Voorzien in de waterbehoefte van deze vloer is waarachtig deze plezierige taak. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk weg. Dus kun je me eventjes de weg wijzen naar een maan of paarse muntjes. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Mario Odyssey. Ik ben er weer, trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben we heel veel manen in de bosrijk gevonden. En in deze aflevering gaan we de rest van de paarse muntjes en van de manen maar eens eventjes zoeken. Het grappige daarvan wel is ik ga wel een beetje knippen en plakken in deze aflevering. In verband met, ik heb geen idee natuurlijk... waar dat ze allemaal zitten. Dus ja, op het moment dat we bij een locatie zijn van... Oh ja, hier zat de maan. Dan laat ik jullie dat zeker zien. Dus epic montage engaging. Nou, oké. Okay. Als je uiteindelijk hier komt waar dat we dus de maan hebben gehaald hier bij deze cirkel. Oh. Dan hebben wij hier weer een hele leuke scarecrow. En daarin kunnen we dus naar boven toe jumpen voor een maan. Wat leuk! Oh, moet ik het wel goed doen? Ja, dit halen we al niet meer. En zo faal je. Zo wil je het niet doen. Ah, hoehoehoe. Even nou in één keer goed. Kom op, jongens. Olé, olé. Drommels. Drommels. En nog eens drommels. Nee, niks race tegen de klok. Dit was gewoon drommels, drommels en nog eens drommels. Houd daar maar op. Jee. Ook fijn om te weten, vanaf hier, daar zit een slingshot. Oh, eventjes veel te veel maps. En die slingshotje gelijk hier naartoe. En dan zie je daar boven vier paarse muntjes zitten. Die wil ik jullie wel heel eventjes laten zien, want ja, vier paarse muntjes. De struggle om alle paarse muntjes te vinden. We kennen de struggle, laten we eerlijk wezen. We moeten er nog 25, dus er zijn er nog zat om te vinden. Maar nadat we hier toch in deze hoek zitten, kan ik jullie ook gelijk eventjes meenemen naar die vier paarse muntjes daar. Ik wist niet dat ze daar zaten. Het is heel toevallig dat ik ze nou toevallig zie. Hoppakee. Want er zit hier namelijk een warpipe in het water. En daarom ben ik hier eigenlijk. Maar toch weer 8 muntjes gevonden. Dus dat is eigenlijk best wel fijn. Want hier hebben we dus een waterstage. En oh boy, onze waterstages. Iedereen die houdt van de waterstages. Zit hier boven nog een secret? Nee, oké. Ah ja, gelukkig is deze niet zo lastig. Dat scheelt weer. Trouwens, daarboven zit geen secret. Dus don't even bother. Auw. Ik zwem te snel. Hier daarentegen. Daar zie je dus boven een opening zitten. En ja, dat klopt. Hier zit ook een opening. Hier zit je helemaal in deze area. Yay! Belden in een pijpleiding. Wat leuk. Ik vind bosrijk wel leuk, maar mijn favoriete rijk, dat blijft toch nog altijd wel de stenenrijk. Gewoon ook omdat daar hele leuke muziek in zit. Hallo, ik was te laat. Best wel ironisch dat hier geen paarse muntjes zitten. Auw. Boink, boink. Maan. Heb een vloed in de pijpleiding. Trouwens, mocht je het willen weten, hier zit ook je kakatoe. Wil je dus hints weten van waar je een ster eventueel zou kunnen vinden. Ik zelf ga altijd eigenlijk gewoon zoveel mogelijk exploren en gewoon op gevoel. Dat vind ik veel leuker. Net zoals... Hebben we deze al? Ik weet niet of we deze al hebben. Ik weet dat we hier met zo'n langloopplant eigenlijk zouden moeten komen. Maar hoe niet zo'n langpootplant? Zonder langpootplant is veel leuker. Langloopplan, ik weet het niet. Maar goed, in ieder geval, we hebben weer een maan. Jee. Nou, terug hier bij de ingang, zeg maar, van de... Nou ja, ik zou niet zeggen final boss, maar de boss die we wel neer hebben gehaald... Ja, het was wel de final boss van dit gebied. Ik weet wel, de bloemen... Ik zal het ook wel even op de map laten zien, we zijn hier nu. Daar heb je die grote koepel, daar sprong je naar binnen toe en daar had je dan de bloemenmagnaat. Als je hierop drukt...
Hier wil je komen wandelen met een zaadje. Dus maak je hier, hij geeft je volgens mij zaad. Ik ga even kijken, want normaal gesproken zat hij toch op TNT. Dus dat is nu weg. Maar maakt niet uit. We willen een zaadje in ieder geval meenemen. Dus laten we daar eens even mee beginnen. Dank u. Nou ja, jij geeft muntjes. We hebben net, ik weet niet hoeveel muntjes verloren. Yay! Spring ook nog op zijn kop voor meer muntjes. Altijd handig. Even kijken. Daar kunnen we ook nog 2 sterren halen. Volgens mij zitten daar ook nog wat paarse muntjes. Maar je wilde dus dit zaadje meenemen hier naartoe. Volgens mij zijn we er nog niet eens boven geweest, joh. Zo erg is het. Hallo. Sterker nog, daar beneden zit ook nog een maan. Oké, we zijn op tijd. Checkpoint. Daar heb je de glider. Dan kunnen wij dus inderdaad bij die ene plek terechtkomen. Hartstikke handig om te weten. Maar voornamelijk, als wij hier het zaadje planten... Nee, we gaan niet springen. Lijkt me geen goed idee. Dan gaan we naar een hele aparte wolk. Hoor ik deze muziek nou goed? Zo'n blije bakkenmuziek. Ik heb dit muziekje ervoor ook altijd heel erg gaaf in Boom Street. Ik weet niet wie de Boom Street heeft gespeeld. Het is een soort van Monopoly Mario stijl met aandelen en alles. Ik vond hem geniaal. I love this music. Ik serieus, Boom Street. Ah, die wil ik ook weer een keertje gaan spelen. Misschien moeten we dat een keertje gaan doen met de community van Boom Street ofzo. Oké, het nadeel is wel, iedereen moet het spel wel hebben. En volgens mij had het geen online functie, maar... Boom Street is leuk! In ieder geval 2 maanden hier te halen en een paar paarse muntjes. Wolkenwandeling! En ook genoeg gewone muntjes, maar... Muntjes zijn muntjes. La 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 la. Wee! Ik vind het wel grappig hoe dat je echt zo dramatisch super lang naar beneden valt. In ieder geval, 4 muntjes hier. Hoeven er nog maar 11? Ik serieus, we zijn op dreef. En het grappigste is, hij wijst deze kant op, maar je wil deze kant niet op. Je wil juist die kant op. Glijd. Want hier zit onze Captain Toad. Hallo. Hallo! Oh, fijn, mogen we deze stem weer gaan doen. Mario, wat een toeval dat ik jou hier tegenkom. Je ziet het goed hoor. Ik ben het, kapitein Toad. Ik weet dat ze zeggen Toadbaas, maar ik serieus man. Als het Captain Toad is, dan is dit gewoon kapitein Toad. Ik reis momenteel de wereld rond op zoek naar energiemanen. Ik weet niet precies hoe ik hier terecht ben gekomen, maar wat een uitzicht. En wat een frisse lucht. Oh, en daar lag hier ook nog een maan, alsjeblieft. Hoezo is Captain Toad op zoek naar manen? Suspicious. In ieder geval, een manier om hier weer uit te komen, dat is dus via deze warp pipe. Dat is de enige manier om... Daaronder zien we trouwens ook weer heel erg leuk een soort van platforming systeem daar. Ja, daar zit ook een maan. Ik zit heel even te denken, want we zaten net... Tenminste, dat zagen we. Hier... Volgens mij zit hier een maan in een van deze blokken. En sowieso aan de zijkant zit hier ook nog meer maan. Yay! Sowieso muntjes. Hey, willen we die andere outfit kopen, hebben we muntjes nodig. Kijk, hier zit de secret to everybody. Maar toch wil ik alles slopen. I must destroy everything. In my path. Even kijken, zit hier nog wat paarse muntjes? Iets aan de achterkant verborgen? Nee, oké. Hallo. Ik vind het ook wel grappig hoe dat je 8-bit sprite aanpast op wat voor kleding dat je aan hebt. Alleen gek genoeg werkt het niet bij de boxershort. Ik weet niet waarom dat ze dat niet... Nou ja, ik weet het wel, maar... ja. Auw. Ik ben geraakt door een Goomba. Ik schaam me diep. Man! Yay, via een omweg naar boven.
Ah ja, zoals... Ik weet niet of jullie een oplettend oog hebben. Hadden en hebben door elkaar heen zeggen. Habba. Volgens mij kon je... Weer deze kant ook een secret vinden. Daar zit de maan volgens mij. En daar zit de maan. Die weg op. Dus het enige signaal is, spring je weer naar beneden. Die maan hebben we ook nog niet. Weet je waar, we nemen gewoon deze maan. Hier hebben we ook de langloopmug nodig. Het enige nadeel is dat je dus... ik wou eigenlijk dat andere pad hebben. Ik vind het heel sneaky hier verborgen. Kijk, zat hier nog paarse muntjes misschien? Wacht eventjes. Zit hier nog paarse muntjes? Ja hoor! Natuurlijk zitten ze op de meest sneaky manier stopplekjes ooit. We hoeven er nog acht in ieder geval, dus dat schiet weer... Het schiet op. Gelukkig. Nee. Hoppakee. Hebben we die? Ja, dat is diegene met de Firebro die erachter zit. Daar hoeven we niks aan te doen. Dit is een walljump area. Oh nee, dit is de area waar je uitkomt met de langloopmug. Ik noem het nog steeds een langloopmug. Vraag mij wel af. Kunnen wij met lef... Ja, we kunnen hier weer omhoog gaan. Mijn richtingsgevoel, jongens, echt serieus, zo goed als een walnoot. Ik ga gewoon hier naartoe. Richtingsgevoel van een walnoot. Hoe verzin je het? Want ja, we hebben nou net die ene gehaald. Hier. Waar? Hier. Maar volgens mij kun je via deze kant ook bij dat platforming stukje komen. Via de... Oh, wacht, ik zie paarse muntjes. Paarse muntjes hebben bij mij voorrang. En sterker nog, wij hebben deze ook. Ik kies er ook volgens mij nog ergens een... Heb je nog een maan verborgen? Dat ziet er suspicious uit. Is dat ook een maan? Oh, wacht, ik zie hem al. Het grappige is wel, weet je wel, van... ik ben heel eerlijk in als het eraan komt van wanneer dat ik het echt niet meer weet. Net zoals dat platforming, die weet ik. Deze was ik bijna vergeten. En het probleem is, ik denk niet dat ik hierop... Oké, wacht even. Ik denk dat ik het wel kan. Daar, hoppakee. Deze was ik bijna vergeten. Maar ja, het is ook op zo'n afgelegen plekje. Oké, nou ga ik heel eventjes kijken, want ik vind dit er heel suspicious uitzien. Oh, kijk nou toch eens. Het is woestijnlandje. Nou, het grappige is, weten jullie nog die maan die we dus hebben gezien, die eigenlijk van deze kant telt? Je weet wel, dat schilderij. Dat kunnen we nu doen. Via deze. Want we zitten dus hier nu boven... We vinden hier een groene maan van Zonnesteekstad. Wat leuk. Maar als wij hier nou dus naar beneden toe gaan... Ik wil alle muntjes. Geef het me. Het is nog één muntje. Ik wil het. Dank je. We hebben nu dus zeg maar hier de warren. Dus we kunnen hier naartoe. Maar waar we eigenlijk nou heel eventjes naartoe... Ik wil dat schilderij heel even doen. Dus gaan we gewoon even doen. Het grappige is, mocht je niet meer weten waar dat schilderij was precies... op de map wordt hij aangegeven, figuur lopen. Dus daar ga ik nu weer eventjes naartoe. Oké. Hallo, we zijn er weer. En niet te vergeten, volgens die afbeelding moest je dus recht naar het noorden toe lopen. En als je recht naar het noorden toe loopt, dan kom je dus een plekje tegen met twee van die struikjes. Dit is heel belangrijk om te onthouden, want ja... Het wordt afgebeeld alsof dat maar een korte afstand is, maar het is best wel een lange afstand. Maar dat wil ik jullie dus laten zien. Hierheen. Hou het noorden aan. En je wilt dus op zoek gaan naar de twee struikjes.
En die zie je daarachter al. En hoe vind je de maan? Door nou een ground pound te doen. Een stampsprong. En daar vinden we dus ook een blauwe maan. En het grappige is, de blauwe maan die telt hier dus niet mee. Want als we nou gaan kijken bij onze maanentotaal, dan zien we dus hier tot er één maan te halen is. Dat is de maan die we daarboven hebben gevonden. En de andere maan... Ja, deze is blauw, dus die telt weer mee in het andere eiland. Om het niet verwarrend of zo te maken. Maar we hebben dus een extra maan gevonden hier. We hebben een extra maan gevonden daar. Vergeet niet terug te gaan naar dit eiland, want anders zal deze maan nooit in je totaal tellen. Ook zoiets. Tenminste, volgens mij telt het niet mee op het moment dat... Net zoals die andere maan die we gevonden hebben. Die van Spoilertown. Die telt volgens mij ook nog steeds niet mee. Heel apart. In ieder geval, ik ga naar mijn platformstukje. Oké, eventjes terug hier bij deze helling. Daar hebben we dit zijpad genomen. Weet je nog? Tenminste, ik denk dat jullie dat nog wel weten. Tenminste, nee, dit zijpad hebben we helemaal niet genomen. Oeps. Nou ja, in ieder geval, er zit hier een deur. Oh nee, we hebben het bovenste zijpad genomen. Dit stuk hebben we nog nooit gedaan. Oeps. In ieder geval, hier zit dus weer een dubbele maan die we kunnen halen met Goomba shenanigans. We willen hier de Goombas eigenlijk dus weer opstapelen. Alleen dit keer zit er een tijdslimiet aan, want ja, niet te vergeten, we zitten hier met het gezellige grasveldje. Hallo. En dan hebben we dus de eerste maan. Nou, het grappige is... Volgens mij kun je de Goombas meenemen. En is dat nodig voor de paarse muntjes? Of is dat een walljump? Ik weet het niet meer. Is dat nou een walljump? Ja, dat is een walljump. Jongens, we hoeven er nog maar drie. Oh boy, oh boy, oh boy. Paniek, 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 paniek. Tijd, tijd, tijd. Snel, snel, snel. Ah ja, zoveel paniek is er nou nog niet. En meer als genoeg tijd. Ik heb hier genoeg tijd voor. Ik vind van wel. Nou niet meer. Hij verbrokkelt best wel snel eigenlijk. Maar goed, hier hebben we dus ook weer twee manen. Hoezee! Dit was niet het plekje waar ik eigenlijk oorspronkelijk naartoe van was, maar... Maakt niet uit. Het plekje waar ik eigenlijk naartoe wil gaan, dat is die kant. En dan moeten we eerst hier omhoog. Grote kans ook dat daar de laatste drie paarse muntjes zitten die we nog nodig hebben. Het ergste is nou ook dat ik daar dus nou ook nog steeds een... Zie hem daar in de verte, daar, bij die... Volgens mij... Nee, wacht even. Die hebben we al, die hebben we al. Dat weet ik 100% zeker. Dat is degene waar je dat bloemenpad krijgt. Nou, er is een makkelijkere manier. We staan nu dus hier helemaal bovenop. Er is een makkelijkere manier om hier te komen. Maar ik doe het altijd op de moeilijke manier. Net stonden we namelijk op de makkelijke manier. En nu staan we aan deze kant, dus wat maakt het uit. Nee, want dit is best wel tricky om te doen. De timing hiervan kan nogal lastig zijn. En niet te vergeten, ik spring er achterlangs. Wauw. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Nou ja, hoe dan ook, zoals ik al eigenlijk jullie dus wil waarschuwen. Dit is een best wel tricky stukje. Want op het moment dat je op het bovenste stuk staat... Nee, ik val weer. Ah, die was zo goed en ik... bla. Bla. Meh. Gewoon geen audiocommentaar doen. Dan moet je eens kijken hoe soepel dat dit soort dingen gaan. Maar deze die brengt je dus ook naar een van de manen. Ik dacht dat hier nog drie muntjes zouden zitten, maar helaas dus niet. Nou ja, er is sowieso de laatste die ik me eigenlijk kan herinneren uit het hoofd. En daarna moet ik dus echt de amiibo's gaan gebruiken. Dat is op de plek waar dat je de final boss hebt verslagen. Dat is de enigste plek waarvan ik weet dat nog een maan zit. En voor de rest, ik heb geen idee meer. Zo heb je iets, zo heb je niets. Volgens mij bij de waar we de bunny hebben verslagen, volgens mij zit daar niks. Kunnen we nog wel heel even dadelijk nachecken. Maar hier beneden...
Hallo. Hier heb je nu 3 cirkeltjes van bloemen zitten. En dit moet je dus snel proberen te activeren. Dan filtert het hele bloemenbos weer. Oftewel, dit is eigenlijk de final missie. En daar krijgen we dus ook nog een maan voor. Hoezee! Nou, ik ga heel snel eventjes checken waar dat wij Bowser Bunny hebben bevochten. En kijken of we daar iets kunnen vinden. Trouwens, fun fact. Je ziet daar een maan in een cage. Ja, die kunnen wij helaas dus... die kunnen we niet pakken. De reden is, dat is ook weer zo'n typisch gevalletje van... Ja, je kunt er alleen maar komen door een schilderij. Dus ja, hij zit er. Je ziet er ook namelijk een checkpoint stok bij staan. Daar kunnen we helaas niet komen. Snelste manier om hier te komen, jongens. Al zit hier volgens mij helemaal niks meer. Nope. We hebben hier een paar muntjes al. Ah, gewoon een beetje show-offery van de trick van de muntjes. Wauw, en de laatste 3 muntjes die liggen gewoon hier. De laatste 3 muntjes die vinden we gewoon hier bij de amiibo's. Ik was gewoon terug aan het lopen richting waar dat we de amiibo's gescand hebben. En hier liggen ze. Dus ja, we kunnen nu alles gaan kopen. Yay! Volgens mij is dit een beetje een zonnecap Mario, maar... we houden de safari pad. We houden de safari nog heel even aan. Ja, deze, we willen alles kopen. Waarom is er niet van ik koop alles knop? Tuurlijk willen we deze sticker op de Odyssey. Ja, we willen bloemetjes gewoon kopen. Kost maar 5 muntjes, echt serieus. Waarom zou je de moeite doen om te jatten? Ik bedoel, die paarse dingen die liggen hier overal. Nou, en als we dat hebben gedaan, kunnen we hier ook gelijk deze outfit even kopen. Waarom ook niet? Het is wel zo netjes om deze outfit ook gelijk te kopen. Al moet ik zeggen, ja, je kunt ook... Weet je wat, we kopen beide outfits. Ik vind die paarsgele, die vind ik zo bleh. Ik vind dat echt helemaal niks, maar we kopen het. Waarom ook niet? Ik bedoel, again, het is wel leuk om elke keer een ander outfit elke dag te dragen. Weet je wel, dat heeft wel iets, dat heeft wel iets. Ja, we kopen hem. Oké, welke manen zijn we vergeten? Door we hebben alle... Even kijken. Of we hebben ze allemaal. Dat kan natuurlijk ook. Zou heel erg leuk zijn. Al denk ik niet dat we ze allemaal hebben. Eens even kijken. Toad is ook nog steeds interactief, dus... Hé, hey, goed dat je er bent. Weet je wat Zelda, Sheik en Link in gemeen hebben? Tot er een maan nog te vinden is. Let goed op jezelf. Welk nummer maan is dit? Even kijken. 19. Dus er is nog een maan te vinden. Weet je wat? Oké, ik ga kijken of we deze kunnen doen. Dit is dus zo'n lastige maan, weet je wel? Oh nee, er is hierboven er is er ook nog eentje. Hier is ook nog een maan. Er zijn nog 2. Laat ik eerst eventjes die doen. Daarna doen we wel die lastige. Oké, als je dus zeg maar flink aan het struggelen bent, wat ik dus nu aan het doen ben, dan kun je ook nog eens een keertje de naam van... Even kijken, vuur in de grot. En de keiharde steen in het onderbos. Maar de keiharde steen in het onderbos hadden we. En vuur in de grot. Wacht eventjes. Is dat niet van de vorige aflevering dat ik zei dat daar geen... Nee. Oké, ik heb eigenlijk echt helemaal suf lopen zoeken naar deze maan, jongens. Echt serieus. Vanaf het moment dat we de amiibo's hebben... We hebben er dus eentje hier. We hebben de namen hebben erbij gedaan. En eentje dus hier. En we weten dat het vuur uit het onderbos is. Maar als je dus hier dit pad loopt... Zit hier een scarecrow. Maak deze deur open... En het enige wat je hoeft te doen hier, is deze gozer te verslaan. Jee. Dat was moeilijk. Wauw. Ik wist ook gelijk had dat die ene tot daar geen dingen met Jinx had.
Maar goed. Wacht op mij! Onder bos. Deze die hadden we toch al gebroken, jongens? Volgens mij hadden we deze al, toch? Toch? Of zijn het er toch twee? Ah nee, deze hebben we al. Deze dan? Dit is zo vervelend. Zo spring ik niet uit zijn kop, maar dat maakt niet uit. Wauw, er zijn twee van die manen dus. Het ergste is ook nog eens een keertje dat er gewoon niet aangegeven wordt van... Weet je wel, waar dat de maan zich ongeveer bevindt. Ja, hier ergens in het onderbos, maar ik ben hier toch weer dik een kwartier bezig geweest met zoeken. Met een T-Rex die... op mijn hielen zit. Omhoog! Auw. Ik ben alleen maar magen kwijt, meer niet! Maar goed, in ieder geval, we hebben dus alle manen gevonden. En ik vind dat we nog wel even tijd hebben om dus... alle manen die we nou hebben gevonden... eventjes samen te voegen en tot we gaan afsluiten bij het volgende rijk. Dus waar gaan we naartoe? 16 manen nodig? We hebben er iets meer. Is dat oké? Misschien zit er een groene tussen. Dat zou wel grappig zijn als je nou in één keer de groene ziet. Nee. Dit is aflevering 7 en we zitten al op... 124 manen. De Odyssey is sterker geworden, goh. 124 manen, wat een neus. En vanuit hier kunnen we nu naar het Merenrijk. Dus ja, de keuze die je hebt gemaakt, als je dus het Merenrijk eerder had aangekozen, dan kun je dus nu naar het Bosrijk en vice versa. Het grappige is wel, het Merenrijk, het is een kleinere wereld dan de werelden die we tot nu toe hebben gezien. Zoals ik al zei, skip. Yes. Het filmpje is exact hetzelfde als een paar afleveringen terug. Wauw, skip. Skip. Dat Bowser het kristalpakket heeft gestolen waar zo hard aan gewerkt is. Vindt die Engert wel niet dat hij is? We hebben even de tijd. Dus zal ik even wat een reistip voorlezen? Nee! Ga weg met je tips! Ik lees dat inwoners bekend staan om hun moedgevoel en dat een beroemde trouwjurk te zien is. De pareljurk! Ja. Luister, Cappy, je hebt nou zoveel uitlopen leggen. Ik ben er helemaal klaar mee. We hebben het bosrijk gehad. Ik heb T-Rex achter me aan gehad. Ik denk dat ik het hier gewoon bij ga laten. Dus ik denk bij mijn eigen... Bedankt jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke aflevering vonden. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reactie. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En niet te vergeten. Links, beschrijving. Jullie kennen het. Wil je mijn stem nou een keertje in herkennen? Via Fiverr. Link hebben we. Wil je een keertje gezellig in onze Discord rondneuzen? Link staat in de beschrijving. Ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal te zien. Bij de volgende aflevering in het Merenrijk. Doei! Moet ik nou weer in mijn boxershort rond gaan lopen?